Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Rick, waarom sta je aan de andere kant van het bos daar? Wat doe je daar? Ja, ik ben hier de border aan het inspecteren, want... Ah, ja, dat had ik je gevraagd natuurlijk, hè? Ja, weet je wat ik daar allemaal zie? Nou? Ik zie er heel veel kool. Heel veel kool, waar zie jij kool? Daar. Maar ja, ja, daar is de border, Rick, daar kunnen we niet heen. Dat is het hele ding van Border Survival. Ja, maar... We kunnen er niet heen zolang we niet nieuwe blokjes verzamelen. Maar waar is Justin? Justin was de vorige aflevering ook, en die daarvoor ook. Daar is die. Dat is een squid. Oh. Nee, dan weet ik niet. Het zijn er twee cells. Oh, ik zie er maar één. Kom gezellig deze kant op. We gaan vandaag weer een leuke planning. Justin is er helaas niet bij, omdat Justin weer eens... Wat is met Justin? Justin is... ziek. Ziek? Ja, hij is heel ziek. Hij moest naar het ziekenhuis. Nee, helemaal niet. Hou op. Dat is niet waar, jongens. Er is niks aan de hand met Justin. Hij kon gewoon helaas er niet bij zijn vandaag. Maar gelukkig hebben we Rick hier nog. Rick, ik vind het leuk dat je er bent. Ik doe mijn armen van staan. Ja, dat ga ik ook doen. Ik voel dat anders dat je naar beneden kan vallen of zo. Jongens, ik heb een leuke planning vandaag. Zeker voor Rick. Ik heb zoals de vorige aflevering en die daarvoor had ik Rick en Justin allebei leuke taken gegeven. Rick was niet heel goed in de taak die hij kreeg. Al moet ik zeggen, het mine heb je enigszins wel goed gedaan. Ja, ik heb nog heel veel iron. Heb je een beetje eten voor mij trouwens? Ja, ik heb een paar... Hier, ik heb een schaap voor je. Ja, maar dat is rauw. Hier, eet maar op. Mag ik een koekje? Nee, die koekjes zijn alleen voor mij. Oké. Nee, oké, wacht. Je wilde een koekje. Ja, kijk, daar hebben we weer het prachtige... Hoe noemden we het ook weer? Het cacaohuis? Oh. Cacaohuisje. Oh. Het cacaohuisje hebben we hier. Maar ik heb vandaag een hele leuke taak voor jou, Rick. Oké, en dat is? Nou, Justin en ik hebben het er even over gehad. En we zijn eigenlijk wel zat dat je bij ons woont. Nee. We willen je het liefst uit huis hebben. Waarom is dit weer seizoen... tot het veen seizoen 1? Dus oftewel... Bij deze wil je uit huis gezet en we vinden dat jij onze eerste buurman moet worden. Je bent uit het cacaohuis gezet. Je hebt niet genoeg... Dat is echt niet waar. Kijk wat voor een mooie farm hier buiten staat. Ja, kleine, ik heb hem moeten uitbreiden. Ik heb dit gedeelte hier allemaal moeten doen. Dit is heel lelijk en zo. Jij gaat uit huis, anders woon je op straat. Je hebt deze aflevering om je huis te bouwen. En aan het einde van de aflevering moet je eruit. Anders woon je voor de rest van je Minecraft carrière op straat. Er is niet eens een straat. Dan bouw je ook een straat. Hier, dan gaan we samen een straat bouwen. Oké, okay. Nee, maar ik... Kijk, nu is er een straat, dan woon je de rest van je leven hierop. Oké, okay, maar waar gaat de straat naartoe? Waar wil je dat kan bouwen? Ik denk dat hier wel een mooi plekje is. Als je deze boom kan je sowieso weg. Ik denk dat dit ook wel een mooi plekje is voor je huis. Je zou het huis zelfs met een fundering die helemaal het water in gaat en zo, weet je? Dat is wel heel cool. Oh. Hier heb je vast mooie nutteloze blokken die toch niet nodig hebben. Yes, bedankt. Hoppakee. Dat is jouw taak voor vandaag. Je bent uit huis gezet, je woont niet meer. Wacht, ik neem je bed, haal ik ook weg. Welk bed had jij? Het wit, hè? Ja, ik had de witte. Ja, het wit. Wit is... Hier. Vieze stinkbed voor jou. En nu het huis uit. Ik wil je nooit... Nee, ik wil je wel zien. Ik wil je dat je mijn buurman wordt. Oké. Okay. Well, ja, dat is een goede taak, toch? Hier had ik even niet op gerekend. Ik denk, we gaan misschien de farm uitbreiden. Nee. Want het ding is, jongens... Kijk, hier even in de lobby. We hebben in de vorige aflevering echt iets van 100 nieuwe items gecollect. We hebben in totaal 201 items. We zijn op 19,2% met deze Minecraft-serie. Dit zijn de blokken die wij nog allemaal moeten verzamelen. Het zijn er heel wat. En ik wil vandaag even kijken of ik naar de Nether kan, Rick. Want dan kunnen we... Ja, ik denk dat ik vandaag even naar de Nether wil. Dat is wel een goeie. Ja, en in de tussentijd ben jij een huis aan het bouwen. Dat is wel een goeie gewoon. Cool. Oké. Ja, hebben we nog een diamond? Alles wat je trouwens in het huis hebt achterlaten is nu ook van mij. Nee, ik ga wel spullen gebruiken. Niks is meer van jou. Ik heb letterlijk dit allemaal gesorteerd. Ja, dat klopt. Oké, deze aflevering woon je nog in het huis. Voor nu. Ja, ik mag de spulletjes gebruiken. Je mag de spulletjes nog gebruiken. Waar is het ijzer? Hier, kijk. Ik ga even een goede pickaxe maken en zo. Oké. Ik ga even wat ideeën opdoen voor een huis. Ja? Dat is prima. Even wat ideeën op. We hebben geen sproes, hè? Nee, maar je zou overal even kunnen kijken of je dat ergens kan hakken. Ja, maar dat is echt heel veel moeite. Oké, twee nieuwe pickaxes zo. Hoppakee. Dan zo. Dan neem ik wat hout neem ik ook mee voor de zekerheid. Hoppakee. Rick, ik ga er vandoor. Ik ga eens even wat eten maken trouwens, want de farm is zo goed als helemaal volgroeid. Wil je ook een beetje voor mij maken? Ja. Oké. En voor als je nou nieuw bent met deze serie, jongens. Het doel is om zoveel mogelijk items te verzamelen, zoals ik net liet zien. Want elke keer als wij een nieuw item verzamelen in het spel, dan wordt de border weer één blokje groter. En het doel is om alle items te verzamelen die er zijn, toch? Ik denk alles. Volgens mij is het alles. In ieder geval 1048 of zo moeten we er verzamelen. Zoiets. Hoppakee. Zo. Oh ja, nu komt het wel goed met het eten, hoor. Ik heb nu best wel wat wheat al. Ja, en hoe komt dat? Door mijn vorige aflevering. Nou, ik heb echt de beste... Kijk, door mijn mooie farm is ook gelijk de productie is veel sneller gegaan. Efficiënt. Klopt. Efficiënt, inderdaad. Hey, ik mis Justin wel een beetje. Hoezo? Ja, jij bent een beetje saai gewoon. Echt.
Dit vind ik nou echt niet leuk dat je nou zo... Nee. Ik dacht dat we aardig tegen elkaar zouden doen, Max. Ja, dat zei ik van tevoren, maar dat bedoelde ik alleen maar als een grap. Ja, alleen als Justin erbij is. Maar ik, ja, alleen als Justin erbij is, doe ik aardig tegen. Ja, ik wil zeggen, ik merk wel dat het een beetje omslaat. Zo, oké, dan hebben we al het... Oeh, daar zou ik de meloenen zou ik ook even kappen. Oh, er ligt nog eten in de kist. Lekker zeg. Jaha. Wil je koekjes of wil je brood? Ik denk brood, hè? Ja, brood. Brood vind ik wel lekker. Koekjes zijn echt nutteloos, ben ik achtergekomen. Ja, dat klopt. Ik zou wel gewoon brood maken. Niks aan. Zo. Dan zou ik het eten hier stoppen. Hoppakee. Zaadjes hier. Zo. Dan krijg jij van mij 19 brood. Nee, joh. En 14 meloenen. Lekker zeg. Ja, hè? Bedankt. Alsjeblieft, mag ik trouwens brood terug? Want jij kan je ten alle tijde gewoon dingen. Ik moet de mines in. Hier, ik heb ook... even kijken. Zo. Een visje. Die ga ik gelijk eten. Top. Nou, joe. Doei. Top. Oké, yo. Rick, ja? Hoe is het boven? Ik ben klaar met minen, althans klaar met minen. Ik heb 7 diamonds en dat is meer dan dat ik nodig had. Ik kwam voor 2, of voor 3 eigenlijk. Hoe is het met jou? Is de show af? Ik verwacht dat hij al af is. Nee, nee, hij is nog niet af. Waarom ben je altijd zo? Nee, wat denk je? Ja, ik heb, trouwens, ik moet zeggen, ik ben heel snel geweest. Ik denk dat ik 10 minuten ben geweest te minen. Oh, dit is wel een mooi plekje voor een huisje, moet ik zeggen. Met barrels en weet ik wat allemaal. Dat is handig. Ja, dat is toch? Top, je bent goed bezig. En een barrel was natuurlijk nieuw. En een oak slab heb je ook nieuw. Ja, en cool. Jongens, ik heb een bucket met een axolotl. Ja, die had ik gevonden. Althans, die had jij vorige aflevering gevonden. En die heb ik nu geclaimd. Ja, ik had toch geen bucket inderdaad. Oh, ja, mm-hmm. Dus ik weet niet wat. Ik hou hem nog even in de kist, oké? Zo hier, zo, hoppakee. Dan ga ik al mijn spulletjes gaan we even hierin dumpen. Die ik nu niet nodig heb. Zo, hoppakee. Dan maak ik een diamond pickaxe. Die hadden we ook nog niet. Oh. Dan moet ik obsidian gaan hakken. Ah, dat is wel vervelend. Ik had eigenlijk even moeten wachten. Ja, ik ga kijken of ik dichtbij een lavapoeltje kan vinden. Oh ja, dat is een goeie. En dan neem ik een waterbucket mee. En dan kan je ook gelijk bucket of lava. Oh, bucket. Ja, goeie. Ja. Ja. Oh ja. Oké, wacht. Bucket, hoppakee. Dan wat water meenemen en dan ga jij lekker je huisje bouwen. Dan ga ik obsidian halen. Komt goed. Want we moeten in de nether moeten we uiteindelijk ook alle blokjes verzamelen, jongens. Daar heb je ook echt superveel. Even kijken hoor, deze mine hier is nieuw. En ik heb alleen een mine met lava nodig. En ja, in principe heb ik dat al in die andere mine ook gevonden. Maar dat is weer zo ver naar beneden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben zo heel diep onder de grond. Hoe maak je van die hanging signs? Met chains, volgens mij. Volgens mij zijn die best duur. Oh jeetje, ja. Oké, dat maak je echt met kettingen. Ja, ik dacht misschien is het wel leuk voor het huisje. Dat wordt hem dan niet. Duur. En ik ben helemaal mijn mine hier allemaal ijzer aan het verzamelen. Dan ga jij hier gewoon lekker simpel. Dat ik wil gewoon een luxe huis. Ja, ik wil gewoon een luxe huis, oké. Okay. Ja, jij stopt mij eruit, dus dan ga ik het ook gewoon gelijk goed maken. Hey. Maar vind je het kamerhuis dan niet leuk dat je eruit wilt? Je gaat me nou niet zo wegzetten. Dat vind ik nou even Wij wilden al dat je bleef, Jitsenik, maar jij stond erop om gewoon naar het huis te gaan. Jij zei, ik ben volwassen, ik kan voor mezelf zorgen, dit, dat. Ik word hier echt in een setup gegooid, dus het is echt niet gezond. Oké, ik ben weer in de mine. Op zoek naar lava. Waarom vind ik nou geen lava? De hele tijd net met het minen vond ik lava. Nu vind ik alleen maar groene mosblokken. Oh, serieus? Ja, en de border! Man, ik ben gewoon helemaal bij de border inmiddels. Serieus? Ja, maar we kunnen wel ijzer. Dat hebben we dat nog even meenemen nog. Ja, dat is sowieso het chill om te hebben. Ik ben gewoon even helemaal vergeten hoe je ook weer Minecraft speelt. Hoezo vergeten hoe je Minecraft speelt? Ja, ik wist niet meer hoe ik een fence moest maken. Een fence? Ja. Je hebt zeker een gate gemaakt. Ja. Oh, dit zijn 2 skeletons. Ik ga er vandoor. Dat ijzer komt later wel. Doei. Ja, het begint ergens op te lijken. Lava, waar ben je? Ja, ik zie lava. Ja. Helemaal, het komt helemaal goed dit, Rick. Niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Lekker. Ik zit nu al te wachten op die pling. Pling. Oh, ja. Nog een lava bucket natuurlijk. Alleen het is niet echt een meertje. Dat is wel slecht. Daar heb ik al minder aan. Misschien hier als ik doorga. Daar is licht. Ik ga een risico nemen en gewoon doorlopen. Kan je niet voor de zekerheid alvast die bucket pakken? Ja, maar ik heb ook water bij me. Dat heb ik nodig. Ja, maar dan leg je toch tot... Dan hak je één poeltje, dan leg je even het water. Komt goed. Ik ga niet eerder weg tot ik lava heb gevonden. Oké, daar hou ik je op, hè. Oh, ja, kijk, dit is een lavapoeltje. Daar ga ik water op doen, hoppakee. Dan hebben we obsidian, zo al het lava weg. Dus de bucket moet nog heel even wachten. Ja, pak het dan alvast en plaats het terug. Nee, ik heb het al weggehaald. Oh, Komt zo wel, geen zorgen. Ik kom onderweg terug, neem ik nog mijn dinges mee. Okay. Heb ik nog genoeg lava. Hier, kijk, hoppakee. Oh, er zit volgens mij zelfs nog lava onder. Oh, het is nu is donker. Wacht even. Zo. Kunnen we zo meteen ook naar de nether, jongens? Dat is mijn doel voor vandaag. En dan tegen de tijd dat Rick... Dat ik een keer klaar ben met mijn nether-avontuur, heeft Rick een prachtig huis. En Rick, deze is voor jou. Komt-ie. Let op. Hey, wacht even. 1, 2. Hoppakee. Ja. Juist. Goed bezig. Hoeveel blokken kan je wel niet in de nether halen? Dat zijn er echt veel. Het zijn er heel veel. Ik denk dat ik daar wel echt in één aflevering minimaal 20 blokken kan halen. Ik wil meer. Je hebt netherrack, netherbricks, quartz, quartzblok, quartzstairs. Ja, oké. Echt heel veel. Ik begin op zich Justin's probleem over de oak wel te snappen.
Ja, Justin had vorige aflevering een probleem met oakwood. Wat was het probleem? Ja, dat duurt echt gewoon zo lang voordat zo'n boompje weer teruggroeit. Ah, jullie zijn gewoon niet zo goed met bomen. Weet je? Dat is het vooral. Ja, we gaan nou even gewoon zo doen. Ja. Oké. Nee, neem me dan. Dat ligt op een lijn, weet je. Dan snappen we het. Ja. Oh god. Hoeveel obsidian heb ik ook weer nodig? 8 volgens mij. Of 10. 8. 2 onder, 2 boven. 3 ja. Links, 3 rechts. 3. Ja. Reken dat maar eens uit. 10. Waarom duurde dat zo lang? Ja, ik ben echt heel slecht aan overrekenen. Dit was 2 plus 7 plus... Maar dit is echt mijn zwakte punt die je nou zojuist hebt geëxposed. Oh, maar deze. Nee, hoofdrekenen is echt niet mijn ding. Überhaupt rekenen niet. Gewoon dingen met je hoofd doen is niet echt jouw ding, volgens nee, mij. Nee, zeker, klopt. Ik ben ook niet zo snugger. Nou, Rick is wel slim, jongens. In zijn eigen dingetjes. Ja, dat klopt. Zeker. Het is niet veel, maar toch erg slim in. Ja, toch iets. Toch iets. Hebben we tuff al? Ja, hebben we al. Gravel, ja. Hadden we dat al? Ja, hebben we volgens mij ook. Kan je van tuff nog andere blokken maken, of niet? Nope. Nee, hè? Wat heb je er dan aan? Helemaal niks. Gozer. Ik ben weer onderweg naar huis. Is er eigenlijk al scaffolding gemaakt? Want ik zie hier nu allemaal bomen. Nee. Skeleton. Ik ga nu scaffolding maken. Ah, creeper. Ik hoor iets, maar ik weet niet waar die is. Oh, man. Even kijken. Zo, ik heb hier een hele grote oakboom gevonden. Die gaan we even omkappen. Ik kan nog zo'n axolot omheen nemen. Hier, ik heb er nog een meegenomen. Oh, zit daar geen verschil? Oh, nee, dat zit geen verschil. Nee, ze waren allebei lichtblauw, waren ze. Oh, misschien als je een ander kleurtje, dat je een andere krijgt. Nee. Het is axolot en buckets. Dat is niet zo. Nu ben je gewoon een beetje onzin aan het lullen, Rick. Nou, hey. En dat opzicht mis ik Justin nou gewoon echt. Justin, alles wat Justin zei was altijd met een betekenis. Altijd een diepere gedachte zat achter alles wat Justin zei. Zoals dat hij toch wel naar deze opname zou komen. Ja, dat klopt. Justin zei dat hij mee zou doen, jongens, maar uiteindelijk heeft hij gelogen. Hij zei, ik ben er over 5 minuten, zei hij. En hij is gewoon nooit opkomen dagen. Vijf minuten. Nee, dat is nou precies wat voor persoon Justin is. Dus we kunnen dat nu even tegen jullie zeggen, jongens. Justin is echt zo'n persoon. Die zegt, ik kom eraan. En dan duurt het 5 minuten en dan komt hij gewoon niet. Dus allemaal even in de reacties, als je nu nog kijkt, reageren. Justin, je bent echt een... Wat is hij? Jij mag het spelen, Rick. Wat is Justin? Een loser. Een loser, inderdaad. Maar ook wel gewoon ik echt... Ik kom weer naar boven. Oké, maar het is trouwens niet loser gewoon kort. Een loser. Nee, echt maar een dus hele even... lange oog. Gewoon een ja. Loser is het. Nee, maar dan weet je ook dat het serieus is, hè? Hoe is je huis? Ja, gaat goed. Ja. Ik gaat... geloof er niks van. Jawel, het gaat echt goed. Goed of het gaat oké? Het gaat oké. Ja, dat bedoel ik. We moeten zo wel even slapen, want het wordt weer donker. Ik ben boven. Kijk, wat gezellig. Hey. Laten we even gaan slapen. Ja. Oh, jij slaapt natuurlijk nu ook daar. Ja, nee, ik wil helemaal niet meer. Ja, onder de sterren. Lekker, het dak boven mijn hoofd. Mm. Wacht maar, Max. Jij gaat jaloers zijn op dit huis. Hoppakee, zo. Dan heb ik nodig een flint. Hebben we al flint? Volgens mij wel. Ja, Justin heeft al een keer een flintstiel gemaakt. Echt? Flintstiel? Ja. Waarom zou hij dat gemaakt hebben? Justin heeft allemaal onzin troep gemaakt. Misschien heeft hij hem ook nog in zijn inventory. Daar zit best wel een kans in. Oké, dan ga ik even wat gravel hakken totdat ik dinges krijg. Flint. Ik krijg flint. Oh, ja. Het is inderdaad al eerder gemaakt, flint. Ja, hè? Ik zei het en een flintstiel ook. Die Justin, jongen. Ja. Wat een man. Justin probeert gewoon al die dingen te stelen. Dan ga ik even mijn netherportal in het nieuwe netherportal huis plaatsen die hier gebouwd wordt voor mij. Max, dit kan je niet doen. Hallo, er moet toch ergens een netherportal komen? Ja, maar niet jij bent hier. Toch hier het nieuwe netherportal huis gaan bouwen? Nee, Max, dit kan niet hier. Ja, weet je hoeveel tijd het kost om dit nu weer weg te hakken? Doe ik aan het einde van de aflevering, haak het weg. Okay? Nee, want ik ben niet. Ik haal het aan het einde van de aflevering weg. Beloof je dat? Ik beloof het. Echt waar. Ik haat je echt persoonlijk, weet je dat? Ik ga nu zo meteen zelf grinden voor een pinkie. Ja, er ligt gewoon diamonds, dus je zou hem weg kunnen halen. Kijk. Oh, je mag hem hebben. Thanks. Wacht, heb ik een andere pickaxe bij me? Ja, gelukkig wel. Hey, gelijk nieuwe blokken. Thanks. Hey, allemaal nieuwe blokken. Hey. Allemaal blokken die we nog niet hebben. Dit duurt zo lang om weg te halen. Ben je dat nu al aan het weghalen? Ik moet nog terugkomen. Ja, maar dan komt er wel weer een nieuwe. Kijk hoeveel nieuwe blokken ik aan het minen ben. Oh my days. Ja, hoeveel heb je nu al? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, we hebben er al 8. 8 nieuwe heb ik al gemined. Kijk, daar doen we het voor, jongens. De nether in, zodat we nieuwe blokken kunnen minen. En natuurlijk om gewoon daadwerkelijk hier nuttige dingen te gaan verzamelen. Want we komen niet alleen voor de blokken, maar ook voor daadwerkelijk de nuttige dingen. En dat is niet dit beest. Wacht even, zo, die is dood. Hey, een ruwe netherportal spannen we naast. Oh, serieus? Daar ben je. Oh, dan kan je gelijk terug. Nee, mijn netherportal staat er nog. Dat jij hem weg gaat aan jouw kant, betekent niet dat hij aan mijn kant ook weg is. Oh. Een goldblok hebben we hier.
Die hak ik er even. Crying Obsidian, die kan ik niet hakken omdat ik mijn Diamond Pickaxe aan jou heb gegeven. Heel onhandig. Deze is nieuw. Oh, die hadden we al. Iron Nuggets, Flint, die. Nee, joh. Nee, wat een nieuwe blokken. Oké, okay, het gaat goed. Het gaat de goede kant op. Ik ga wel heel veel weg doen, want heel veel blokken hoef ik ook niet te houden. Ik had trouwens een berichtje gezien. Ik heb echt ik heb dus het meest bijzondere blok ooit in Minecraft gehakt. En dat is? Ja, dat was dus vorige aflevering. Dat was Deep Slate Coal of zo. Deep Slate Coal, dat, ja, dat schijnt dus bijna. Dat schijnt echt gewoon niet te vinden. Dat kan je gewoon niet vinden. En ik heb het niet doorgehad, ik zag gewoon coal. Jij denkt, ik hak het gewoon hetzelfde zoveel voor waarschijnlijk. Ja. Maar, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, ik wou het toch even mededelen. Ja, je wou het toch even mededelen. Hoeveel blokken heb ik nou al verzameld? Ja. Volgens mij heel veel, hè? Volgens mij heb je er al 15. Nou, je voorspelling was 20, dus dan ga je wel aankomen. Ah, daar ga ik wel aankomen. Ik sta wel een beetje vast hier, dat is het enige probleem. Kan ik, ja, even blokken nodig. Zo. Ah, lava, baboei. Oeh, ik ben bijna dood gaan door lava. Maar dat moet je ook niet doen. Nee, ik vergeet dat altijd, dat niet moet. Het is zo'n gewoonte om dat wel te doen. Ja, hè? Ja, dat ik dan een lava spring en dan dood gewoon lekker. Ja. Zo hoort het gewoon soms. Oh, ik ging weer bijna dood door de lava. Oké, nu ga ik niet meer bijna dood. Nee, niks aan de hand, Rick. Niks aan de hand. Gewoon even, gewoon. Het is gewoon goed zo, eventjes, oké? Okay? Ja, nee, oké. Okay. Het is gewoon eventjes goed zo. Ja, oké. Okay. Ik bemoei me nergens meer mee, Max. Wat gebeurt? Heb je hem echt weggehaald, Portal? Ja. Maar dan komt hij weer letterlijk weer op dezelfde plek als goed is terug. Als ik mag echt hopen van. Ik spawn gewoon hier! Waar? Omdat hij weg is. Gewoon hier achter je. Je hebt hem helemaal weggehaald. Ja, ik ga niet. Mag ik wel Obsidian dan? Ja, wacht om hem hier weer te bouwen. Want dan word ik nee. Okay. Ik heb wel een leuk plekje voor de portal. In die cave? Gewoon hier. Gewoon hier. Kijk, dit. Ja, die cave bij de farm. Dat ravijntje die we hebben gemaakt. Ja, de soort van dit hier. Ja, daar. Ja, dat is letterlijk wat ik bedoelde. Nee, dat is niet wat jij bedoelde. Nee, helemaal niet. Dat was kijk, niet nu wat zit je weer bedoelde. Te liggen. Dit is nou precies weer ik, jongens. Dit. Dan doen we dit ook even weghalen. Zo. Dan gaan we hier even allemaal op de rampen stampen. Zo. Hebben we gewoon een netherportal, Rick? Hoe goed is dat? Ja, dat is wel. Kijk, hier is die niet meer. Jij bent alleen maar egoïstisch je eigen huisje aan het bouwen. Ik ben weer community werk aan het doen. Max, waarom doe je nou altijd zo? Jij zit eigenwijs je eigen dingen te doen. Serieus een goede plek dit voor de portal. Oprecht. Hier, dan kan ik zelfs een beetje zo doen. Ga ik het een beetje spannend maken zelfs. Oeh. Kijk, een beetje zo. Oeh. Oeh. Wat spannend. Spannend. Je weet niet eens wat ik aan het doen ben, hè? Nee. Hier, het is nu een beetje een spannende portal. Zo, hoppakee. En wat maakt het spannend? Nou, dan moet je zelf maar kijken. Ik ga even kijken. Ga je echt die blokken gebruiken voor je huis? Maat, ik heb niks anders. Nee, grapje. Wow, spannend. Spannend, hè, de portal nu op het moment. Ja. Zo. Ik zat te trillen van angst. Oké, ik ga weer terug even naar de nether. Want ik wil daar heel veel andere blokken over staan. Mag ik wel mijn pickaxe terug dan? Oh ja, tuurlijk. Waar ben je? Hier. Hier, alsjeblieft. Die is hout. Ik maak wel een nieuwe. Nee, hou jij die daar? Nee, maar dat is zonde van de diamond pickaxe, wil zeggen. Ik heb jouw houten pickaxe in de sloot gegooid. Mag jij eruit vissen? Oh, ja, maar ik heb zelf een iron. Oké, ik ga terug naar de nether. De nether. En dan ga ik even kijken wat ik allemaal nog meer voor nieuwe blokken daar kan verzamelen. Want we hadden 201 aan het begin van de aflevering, hè? Ja, volgens mij wel. 201. Hé, hey, sterren, die hadden we ook nog niet. Dat doen we ook nog niet. Sweet. Deze is nieuw. Oh, kan je dat maken? Of heb je dat gewoon net gehaald? Gewoon gehaald. Deze is nieuw. Komt-ie? Hoppakee. Quartz. Juist. En dan krijg ik veel, want dan kunnen we ook stairs, slab, bricks, weet ik wat allemaal maken. Ja. Dus als jij nou ook even een zo'n grindstone of hoe heet zo'n ding, een stonecutter kan maken. Dat kan ik. Tegen tijd dat ik terugkom, dan kan er heel veel nieuwe blokken kunnen we maken daarmee. Ja, ga ik zo doen. Moet je niet doen? Ik wil even mijn dak even afmaken. Prima, ik maak een grapje. Je bent wel gevoelig voor de grapjes, hè, Rick. Je bent niet zo slim volgens mij. Nou, gast. Oké, ik heb van alle soorten kwarts, best wel veel, dat zou al genoeg zijn. Ik heb heel veel, alles in deze biome heb ik denk ik al verzameld, dus nu zou ik een nieuwe biome moeten zoeken. Zo'n blauwe, had je die zo'n rode? Ja, zo'n rode, dat is, daar heb ik nu eigenlijk alles wel in verzameld wat ik kon verzamelen. Ja. Nog meer kwarts, maar dat laat ik ook liggen voor in de toekomst wanneer we mending hebben. Ja. Oeh, ik ga dit beest killen, dan krijg ik leer. Dan krijgen we boekjes later. Ja, we hebben, wat koeien hebben we niet echt, hè? Niet veel, even kijken. Geen één. We hebben geen één. Nee, daarom. We hebben wel echt koeien uiteindelijk ook nodig, omdat we leer moeten hebben. Ja. Anders kunnen we nooit enchanten. Ah, ik haat die beest. Ik haat die grote gnollen, haat ik echt. Grote varkens, weet je. Oh, ik moet wel vluchten hierheen. Ik ben een beetje de weg kwijt. Het is iets fout gegaan. Even kijken. Wat is... Ah! Oeh! Ah! Help! Ah! Ik ben momenteel even bezig. Er is zoveel kwarts hier, maar ik laat het allemaal liggen. Maar ik achtervolg door die beesten. Gaat het goed, Max? Nee. Echt niet, gewoon. Niet. Ik ben een beetje de weg kwijt. Omdat ik moest vluchten en er zoveel kwarts hier. Maar ik ga het allemaal bewust laten liggen. Een klein kutbaby hier. Ja, goed, zeg weg. Ik denk dat ik nooit gezegd dat ik een kleine kutbaby.
Altijd baby's, hè? Altijd baby's. Nee, oké, hier ben ik wel veilig, toch? Of springt hij naar beneden? Nee, toch? Nee, toch? Nee, toch? Nee, toch? Oh! Oh, hij sprong wel naar beneden! Maar hij werd geduwd! Klinkt als een comfortabele... Ik ben de portal kwijt, Rick. Oh, moet ik even komen vertellen waar die staat? Nee. Ik red me wel. Oké. Doe jij maar je huis bouwen. Jij bent een egoïstische zaak, ja. Dus ik wil je niet storen daarmee. Bied aan om me te helpen. Ja. Jij bent een egoïstische zak. Egoïstische zak dat je bent. Oh, die beesten gaan me echt vermoorden. Oh mijn god, oh mijn god. Ah, ho, ha, hi, ha, ho, ho. We are the champions. Oké, ja. Je mag trouwens wel even als je wilt. Oh, nu wel? Oké. Ja, nu heb ik je hulp wel nodig. Oké, nou, ik kom eraan hoor. Ik heet geen eerste, hè, kom op. Even kijken, ik loop nu de portal in. Jeetje, wat een spannende portal. Ja, spannend is het, hè, de portal. Dat is het hele idee ook, van als je die portal inloopt. Even kijken, 35, 47. 35, 47. Niet in de min? Nee. Gewoon 35, 47. Ah! Zat hier op kom aan. 35, 47, zeg je. Ja, ik ben hem al wel weer gepeerd, maar... Waarom zijn die... Ah, die beesten! Rick, het zijn er zoveel gedood! Ja, ik had er ook last van. Dus ik ben maar even weggegaan. Jemig, wat zijn er te veel. Ik ga even de bomen klimmen hier. Heb je het nog naar je zin, Max? Nee, totaal niet. Niet? Nee. Oh, stom idee van jou om er net in te gaan. Oh, die beesten gaan me echt vermoorden. 47 en die ander was 58? Nee, 35, 47. 35, 47. Ja, en de middelste was 47. Mijn eten is ook bijna op. Ja, dat is lastig. Als je echt hulp nodig hebt, moet je zeggen. Nee, ik red me wel. Ja, ik ook. Je bent ook echt opgelast voor creepen. En ik had ook net een stukje eten op. Oh, de portal! Oh, ik kom eraan, portal! Dit is genoeg nether voor vandaag. Zo, hé, wat een spannende nether portal dit. Ben je alweer terug? Ja, ik ben gezellig weer thuis. Wat gezellig. Ja, hè? Oh, kijk nou. Wat een schattig huisje ben je aan het bouwen. Leuk, hè? Zal ik er ook even als cacao planten? Nee, dat hoeft nog... Nee, doe dat nog maar niet. Laten we eens even slapen. Ja, geef me twee tellen. Even mijn bed zoeken. Die had ik hier in een kist. Oh, ja. Hoppakee. Hoppakee, Casey. Brick, heb jij dat gemaakt? Ja, ik heb, Ik denk dat ik ook sterren zou maken en zo. Ah, zal ik dat gelijk even doen? Hier, Bricks. Ja. Hoppakee. Ja, heb je al een stone cutter gemaakt? Nee, nog niet. Ik wist niet hoe dat trouwens, we moeten nog steeds slapen. De dag was niet eens voorbij. We zijn gewoon uit bed gestapt. Hey, jij bent eruit gestapt. Ik zag jou Bricks maken. Ik denk dan hebben we geslapen. Oké, komt-ie. Waar is de stone cutter? Die is die heeft Justin. Ik zie dat je nu aan het maken bent. Nee, ik weet niet hoe dat moet, nogmaals. Je weet niet hoe je stonecutter moet maken? Nee. Jij bent niet zo goed in Minecraft, hè? Ik heb echt al heel lang geen Minecraft meer gespeeld. Hier, stonecutter, hoppakee. Dan doen we die hier, zo. Dan ga ik maken van de bricks. Een slab. Een ster. Oh. En een brick wall. Maar wat ik ook nog ga maken... Flowerpot. Een flowerpot? Sure, why not? Een flowerpot? Wacht, ik kan maken... Oh. Oké. Dat is best wel leuk. En deze... Ik ben echt nu allemaal onze dingen. Ik voel me net Justin, allemaal onze dingen maken. Ik voel me net Justin, zegt hij. Heb jij nog wat hout over? Nee, eigenlijk niet. Ook niet een beetje. Dan? Ja, wat wil je maken? Ik wil een paar kisten maken. Ik heb barrels, ik heb 5 barrels. Ja, ik wil meer dan... Waarom kan ik dit niet eten, die melon? Ja, dat is alleen voor potion maken. Oh mijn god, ik dacht dat ik het kon eten. Ja, ik heb eigenlijk geen barrels, ik heb echt kisten nodig. Maar barrels zijn ook prima. Ik heb er net 5 gedropt. Ja, prima. Voor nu is het prima. Dat wordt een volgende taak. Hoe heet het? Verzamelen. Hout. Ja. Dat is wel echt iets wat we nodig hebben. Ja, en eten is ook eens bijna op. Ja, klopt. Daar heb ik ook last van. Ik ben een soort schuur aan het bouwen. Ja, je bent echt een soort schuur. Letterlijk een schuur. Misschien kunnen we daar wel de hooischuur van maken. Nee, dit is mijn huis. Ja, voor nu. Oké, ik ga even de schapen vermenigvuldigen. Zo, ik ga even wat schapen vermenigvuldigen. En dan ga ik daarna denk ik ook een paar vermoorden. Want we hebben echt niet aan zoveel schapen. Nee, en we hebben ook eten nodig. Ik ben even aan het vermenigvuldigen. Zo. Ja, vermenigvuldigen. Oké, vermenigvuldigen. Dat is belangrijk om te doen af en toe met je schapen. Zo, en dan denk ik dat ik nu gewoon vooral veel van de oudjes ga killen. 1, 2, 3, 4, 5... Heb je al gevraagd 6. Of ze een toestemming hebben gegeven? Nee, maar dat vraag je meestal niet als iemand vermoord. Niet? Nee, dat is meestal het hele idee van moord, gewoon. Oh, zeg dat dan. Oeh, mijn ding is een stuk. Oké, deze schapen hebben geluk met extra stuk. Maar ik heb wel 19 lamskoteletjes kunnen maken. Ik ga ze nu in de oven stoppen. Wat lekker zeg. Ja, allemaal voor mij. Allemaal voor mensen die bijdragen aan het cacaohuis. Ik ben uit het cacaohuis gezet! Net zoals het 26 brood dat ik nu lekker aan het eten ben.
Ik heb nog steeds van dat brood van wat je net had. En met 33 melons. Max, waarom... Ik heb het wel goed hier in dit huis, moet ik zeggen. Goed leven hier. Ik wil graag gaan even voor mij in de chat, als het kan. Jongens, kijk je nou nog steeds deze video? Laat dan maar even weten of jullie Rick zielig vinden of dat jullie Rick dom vinden. Eén van de twee, weet je. Nee, grapje. Laat me gewoon weten dat Rick heel zielig is en dat jullie allemaal... Echt, doe maar even een heel lief verhaal voor Rick in de reacties nu. Dat vind ik wel een goede goed maken voor Rick, toch Rick? Ja. Als iedereen gewoon echt een lief verhaaltje schrijft voor jou om jou weer even beter te laten voelen. Ik heb per ongeluk een Diamond X voor mezelf gemaakt, heel per ongeluk. Oh ja, nice. Ja, dat zou ik erg waarderen. Ja, toch? Ja, zeker. Mag gewoon een keer naar al die stomme dingen die je altijd doet. Denk je heel sentimenteel. Ik kom even het huis binnen, want ik heb... Stelen hier! Hey, dit ziet er lekker uit. Oké, Rick. Kijk, ik heb een verrassing voor je. Echt? Het huis van jou is bijna af. Het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op, maar er komt nu de verrassing en de plot twist van deze aflevering. Kom even mee, kijk. Ja. Je zat in al die tijd in bananensplit. Je mag gewoon nog steeds bij ons blijven wonen. Ik zal je bed zelfs wel even terugzetten voor je. Nee, maar... En de grap is... Oh, wacht, hij is nog niet af. Nee, bouw eerst maar af. Dan kom ik zo meteen wel terug. Bouw eerst maar af. Nee, maar... Bouw eerst maar af. Ja, maar... Wat? Bouw eerst maar af. Bananensplit? Waar is Frans? Bouw eerst maar af. Waar is Frans? Nee, bouw eerst je huisje maar af. Ik bedoel, ja, bouw eerst jouw huisje. Echt jouw huisje maar af. Max, ik heb een gevoel alsof dit niet in mijn voordeel gaat eindigen. Jawel, uiteindelijk wel. Het wordt een kistenkamer, zeker. Het wordt een soort van de kistenkamer. Max. Oké, Rick, ik leg het alvast aan je uit. Wat mijn idee is om van dit huisje... Je mag gewoon natuurlijk bij ons, we gaan je niet uit het kou-kou-huisje zetten. Ben je gek, joh. Je bent deel van het kou-kou-huisje. Je bent zelf een kou-kou. Gewoon, weet je. Maar wat wel handig is om hier... Nou, allemaal kisten in het zetten. Niet voor alleen voor onze spulletjes, maar dit is ons trofeehuis. Elk blok dat wij tot nu toe verzameld hebben, wil ik bewaren voortaan. En die wil ik hierin kwijt, in al deze kisten. Snap je? Ik ben hier zo mijn best aan het doen om een mooi huis voor mezelf te maken. Ja, en dan bouw je trofeehuis in plaats van je eigen huis. Je mag in het kou-kou-huis blijven wonen, man. Wees blij. Yay. Het kou-kou-huis, dat wil je toch niet achter je laten? Met buttons binnen en bedden op een randje en... Een lege kou-kou. Ja, dat wil je toch niet achterlaten? Kijk, dat wordt gewoon een trofeehuis. Ben je het mee eens? Want dat heb ik zojuist besloten. Ja. Ja, dit is totaal niet hoe... Ik had van tevoren oprecht gedacht dat jij er ging wonen. Maar ik dacht, oh, dit is eigenlijk wel leuker dan ik het huis gehad gewoon. Yay! Kijk, want we hebben in totaal 234 items. Maar het is leuk omdat ik het hier kan laten zien aan jullie. Maar we kunnen nergens daadwerkelijk die 234 items echt laten zien. We zien alleen de missing items. Maar het is misschien ook wel leuk om daadwerkelijk de daadwerkelijk verzameld... Ik zeg heel veel daadwerkelijk. Om de verzamelde items daadwerkelijk te laten zien, Rick. Dat lijkt me daadwerkelijk echt wel leuk. Dat lijkt mij ook daadwerkelijk heel leuk. Streef te denken hoe we dat handig kunnen gaan doen. Gewoon alles erin leggen. Gewoon... Ja, maar wel... Er moet van alles één blokje hier dus in zijn, hè? Van alles één. Ja, oké, maar dat doen we wel een keertje. Dat doen we wel. Kom maar goed, dat komt wel goed. Dat doen we niet deze aflevering, maar dat gaat wel gebeuren. Ik vind wel echt dat dit een mooi huis is geworden. En hier komt zeker gewoon een soort piertje, of niet? Ja, dat was wel mijn bedoeling. Ah, ja. Leuk. Dat ben je wel leuk bezig voor het trofeehuis. Goed communitywerk heb je vandaag geleverd. Bedankt. Hier is je beloning. 33 meloenen. Oh, lekker zeg. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja? Ja. Echt mooi. Niet gezond. Ah, meloenen zijn enigszins wel gezond. Ja, dat... Oh, Max. Ga ik mijn laatste taakje doen? Als ik klaar ben met mijn laatste taakje, dan verwacht ik dat jij ongeveer wel een beetje klaar bent ermee. Wat is je laatste taak? Kan ik Nee, dat zie je vanzelf. Het is best wel snel. Ik ga er niet heel lang over doen. Oké, Max. Dat gaat dan toch niet? Geef me een beetje de tijd. Hoe lang heb je nog nodig? 10 minuten. 10 minuutjes, prima. A few moments later. Goed, Rick, jij hebt je huisje afgebouwd. Het ziet eruit als je huisje. Het community huisje heb je afgebouwd. Het huisje waarin wij alles gaan verzamelen. In die tussentijd dat jij dat hebt gedaan. Je hebt me aan het eind ook een beetje geholpen. Hebben we alvast zoveel mogelijk verzamelde items hierin gelegd, jongens. En het gekke is, je zou zeggen, is dit niet gewoon een opslag? Nee. Want we verzamelen maar van alles één item. Dat mag niet meer dan één item per dingetje mag erin zitten. De bedoeling is dat we uiteindelijk alles gesorteerd en al verzameld zien hebben. En ik ga dat denk ik nog nooit eerder gehad hebben. Dat we van elk Minecraft blokje hebben we dan eentje hier in de kisten zitten. Dat is zo raar. Ja, dat is heel gek. Maar dat is wel het doel. Dat is wel een heel mooi doel als we dit gewoon een keer gedaan hebben. Dat is wel iets wat ik nog nooit gedaan heb in Minecraft, weet je? Nee, maar... Lukt.
Ik denk wel dat we op een gegeven moment dit wel moeten gaan uitbreiden, dit huis. Ja, ik denk dat er een kelder in moet of dat je een boot moet gaan bouwen hier of zo. Ik denk dat hij echt veel verder de zee in moet steken op het einde. Oh, dat zou cool zijn. Dat het telkens van mijn uitbreiding gewoon verder de zee in gaat tot het een heel lang huis is. Zo, dat zou vet zijn. Of we maken hem hoger, dan wordt het een toren. Ja, maar dan moet je elke keer omhoog. Het is leuker om er heen te lopen, denk ik. Ja, oké. Beter dan in de zee te gaan. We gaan van de zee. Dat komt helemaal goed. Maar ja. Rick, voor nu is het mooi geweest. We hebben een leuke progressie gemaakt. Veel gedaan. Een trofeehuis heb ik helemaal voor jullie gebouwd. Rick heeft een beetje hier rondlopen klooien of zo. Ik weet niet precies wat Rick gedaan heeft. Ik vind het nou niet Welkom terug in het Kaukauhuis. Je bent weer welkom hier. Je mag van nu hier gewoon weer wonen. Niks aan de hand. Dank. Alles is vergeven en vergeten. Alle fouten die je hebt gemaakt. Ik heb geen fouten gemaakt. Goed, Rick, ga je gezellig achter me staan. Oké. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Ben je nu nog aan het kijken? Reageer dan eventjes. Oh, jullie hebben al iets moeten reageren. Reageer dan even op Kaasstengel. En als je Kaasstengel hebt gereageerd en je bent geabonneerd, kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin deed Justin wel nog mee. Eigenlijk veel gezelliger dan alleen met Rick, maar dat zeggen we maar niet tegen Rick. Kijk deze video even. En dan is er een keer later, Klaasje, wat telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bop, 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 bop.